oud scheepje hoor. Ja. Dat is een heel oud scheepje dat. Houten cabine, zie je? Beetje roken, ja. Een beetje roken, maar ook het motorgeluid. Ja. Een beetje roken, ja, meestal. Ja. Ja, vroeger keken ze niet zo na, hè? Naar luchtvervuiling en zo. Auto's ook, hè? Ja, kijk, vroeger dorsen. Oh ja. Dat hebben we voor de corona. Ja, de corona is allemaal een beetje stilgelopen. Hè. Dus allemaal museums zijn dat, hè? Museumstukken. Die trekkers, trekkers ja. Ook. En, noemen ze een paar namen van die oude Fuchs? Hanemach. Ja, ja. En Lans, dat is Lans Bulldog. Dat is ook allemaal stomen. Wij werkten veel met John Deere. Ja. Ja, en John Deere heeft de Lans Bulldog overgenomen. Ik heb vandaag nog op een John Deere gereden. Mijn zoon, die boer. Mijn zoon die werkt op een plantage. Daar maken ze rum. Suikerriet. Oké. Ook met dit soort machines allemaal. Ja. In Zuid-Amerika? Ja, waar ik gewerkt. Nee, Martinique. Oh. Eiland is dat. Ja, heel mooi. Daar ben ik ook geweest. Guadeloupe, Martinique. Dat is net zoals Curaçao ongeveer. Ja. De zee is net zo warm als in een badkuip. Zo weet je wel, zo'n warm water. Ja, ik weet het. Nou, ik ga elk jaar naar Curaçao. En dan kan je voeten gewoon zien. Als je dat weet je ook wel, hè? Ja. Als je in de zee gaat, dan zie je je voeten. Nou, een mooi ding, joh. Hey. Ja, en die lens is ook goed. Dat is een zee. Ja. De belangrijkste, eigenlijk. Ja. Ja, het geluid is ook fantastisch. Maar dat zie je wel. Als je vanavond kijkt op internet, dan zie je het wel. Wat was dat weer? Oude Maas. HVT, Hoogvliet. Hartelkanaal. Ja. Dus. Ja. Hey, ik ga weer in eentje rijden. Ga je langzaam terug? Ja, want maar... Dat valt nog mee, denk ik. Ja. Het zou 4 uur beginnen, maar... Ja, valt mee. Dat is een storm in een glas water. Nee, ik reed daar. Ja. Ik reed daar en toen zag ik die nieuwboot aankomen natuurlijk. De Hercules 2. Ja. Ja, en die heeft de bak in de breedte. Ja. 3x3. Ja. Maar dat is de sterkste van allemaal. Ja. 3 keer 2000 pk. Als je in het harte kanaal, man, dan een golven, man, en een power. Die Hercules 2, dat is 3 keer 2000 pk, motor Deutz. Oké. Okay. Luchtgekoeld. Deutz is altijd luchtgekoeld, hè, de beste. Ook voor vrachtwagen. Je hebt niet zoveel... Maar die gaan niet kapot, die motoren zijn zo sterk. Ja. Ik heb ermee gewerkt, toen met die... Met die stuwdam hadden we motorenman en Deutz. Ja, dat zijn de sterkste. Allemaal Duits. En dan wij werkten voor Franse maatschappij. Renault was niet zo goed. Nee. Maar die motoren Deutz, lucht.